Hoi, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe haken en kletsen video. Ik heb van jullie vernomen dat jullie dit een hele leuke video vonden. En ik vind hem ook heel leuk om te maken en lekker met jullie door te kletsen in de reacties. Dus, er is er weer een. Ik heb hier weer de random vragengenerator op mijn mobiel naast mij. Ik haak weer lekker aan mijn granny struipdeken die sinds de laatste keer aardig gegroeid is. Volgens mij was ze toen net met de roze streep bezig. En we gaan lekker van start. Mocht je nieuw zijn bij deze video's, de vragen die komen in het Engels op mijn scherm te staan. Dus ik heb soms even nodig om het goede Nederlandse woorden voor te vinden, zodat ik de vragen kan omschakelen naar het Nederlands. Ik heb er weer een lekker kopje thee bij. Dit keer meloenthee. Heerlijk, nieuwe favoriet voor de zomer. Ik hoop dat de vragen iets lichter gaan worden en leuker gaan worden dan de laatste keer. Want toen vond ik ze best wel een beetje zwaar. Ik vind het gewoon leuker om er een fijn gevoel bij te hebben. Zoals altijd haak ik ondertussen lekker gezellig. Ik hoop dat jij gezellig meehaakt of bereidt of wat jouw creatieve hobby dan ook is. Laten we gaan beginnen. En als er leuke vragen bij zitten waar jij een speciaal antwoord op zou hebben, dan hoor ik die heel graag in de reacties hieronder. Ik ben heel benieuwd. Goed, ik druk op de startknop. Duurt altijd even voordat de vragen opploppen. Wie was de laatste persoon die jou blij heeft gemaakt en wat heeft diegene gedaan waardoor jij zo blij bent? Laatste persoon die mij blij heeft gemaakt. Echt blij, ik denk dat het happyknitting.nl is, waar ik voor jullie denk ik 2 podcasts geleden prachtige strengen garen van heb gekregen, maar echt prachtige strengen. Dat vond ik wel echt heel hartverwarmend en daar zit ik nog steeds bij weg te smelten. Ik heb ze hier in de kamer liggen zodat ik ze goed kan zien. Volgens mij is er een pakketbezorger. Moment. Nog even een knipje in deze video. De pakketbezorger kwam eraan met de nieuwe glijbaan van de kinderen. Wat was er gebleven? Ja, die strengen heb ik hier dus in de kamer en daar word ik nog steeds heel erg blij van. En dan kriebelt het al om daarmee bezig te gaan. En eens een mini-strengetje heb ik al verwerkt in de trui die ik aan het breien ben. Ik weet zeker dat ik daar nog een streng bij ga kopen, zodat ik daar ook een mooie trui van kan maken. Als ik wat achteruit ga zitten, zien jullie het dan ook nog? Ja, hè? Hoop ik dat het geluid nog goed is, want het zit niet zo lekker zo voorover. Volgende. Wat is je go-to, je go-to funny story nou? Dus wat is jouw leukste verhaal nu, maar wat in die tijd een verschrikkelijk moment was? Ze hebben wel altijd goede vragen, hè? Hoor je de krekeltjes? Ja, ik denk dan is het eerste wat in me oplopt, toch de bevalling. Dat ik echt op een gegeven moment bij Sjors dacht van, wie is er nou zo aan het grommen? En toen kwam ik tot besef, oh, dat ben ik zelf. Nu kan ik er achteraf heel erg om lachen. Hij kan zelf ook nogal grommen als hij iets zin niet krijgt. En dan moet mijn man ook altijd lachen. Dan zegt hij, ja, dat is het eerste geluid wat hij gehoord heeft. Dus nu kunnen we er heel hard om lachen. Maar toen vond ik het niet zo grappig. Nee, dat is het ook niet. Ik vond mijn bevalling heel mooi. Maar echt heel fijn voel je op dat moment natuurlijk ook niet. Maar ik moest daar op dat moment zelf ook wel om lachen. Dat ik dacht, oh ja, en mijn man die blijft het altijd heel grappig vinden. Toen de ring of fire, dat is als het hoofdje staat in je bekken. Dus als kindje er bijna uitkomt. Dan krijg je de ring of fire. Dat brandt heel erg. Dat ik toen heel hard geroepen heb. Oh, ik sta in de fik.
Brond. Dat vindt hij heel erg grappig. Dus ja. Dat heb ik met mijn dochter ook allemaal niet meegemaakt. Omdat ze toen met grof geweld met de vacuumpomp eruit werd getrokken. Dus ja, dat is wel iets waar we achteraf over kunnen lachen. Oh, ik krijg een hele grote advertentie in beeld. Ga eens weg. Als je van iedereen wil ontsnappen, dus even lekker alleen zijn, waar ga je dan heen? Ja, dat heb ik eigenlijk nooit. Ik heb wel eens dat ik denk van alsjeblieft laat me met rust, maar ik zit gewoon altijd 24 uur per dag bij de kindjes. Dus ja, waar ik dan heen ga, ik blijf gewoon bij ze. Wat ik wel eens doe als alle prikkels te veel worden en ik echt zwaar geïrriteerd raak, dan doe ik mijn oordopjes in, met draadloze oordopjes, en dan ga ik gewoon hier zitten of liggen, een podcast luisteren en ja, dan kan ik de kindjes toch nog in de gaten houden, maar kan ik me wel eventjes een beetje afsluiten. Dus dat is eigenlijk het enige. Als je één ding van je familie kon veranderen, wat zou het zijn? Oeh. Ja, misschien is dat heel cringy, maar ik ben heel erg blij met mijn familie. Ze zijn heel dik en close met elkaar en ja, wat zou ik dan willen veranderen? Ik zou niks willen veranderen aan mijn familie. Ja, dat iedereen een goede gezondheid zou zijn, dat wel, maar qua karakter of gedrag, nee. Nee. Ik ben heel erg blij met mijn familie zoals die is en ik hou van ze en daar hoeft niks aan te veranderen. Hou je ervan om mensen te kijken? Ja. Ja, zeker. Ik heb ook altijd een zonnebril met heel spiegelend glas, zodat je mijn ogen niet kan kijken. En dan, als ik bijvoorbeeld op het terrasje zit, dan zit ik gewoon zo, maar dan zit ik gewoon naast iemand langs te kijken naar de mensen. Dat vind ik heel erg leuk. Als het goed is, gaan we binnenkort ook naar opticien. Dan wil ik echt een goede Ray-Ban zonnebril kopen. Maar dat wordt er sowieso weer een met spiegelend glas. Want ik vind dat echt heerlijk om mensen te kijken. En Sjors die heeft dat net zo. Dus dat is heel leuk om terug te zien. Ik kan heel rebels en druk zijn. Maar zodra die in een kinderwagen zit en er lopen mensen overal rond, dan is die heerlijk iedereen aan het aangapen en naar aan het kijken wat die aan het doen zijn. En ja, ik vind dat wel heel grappig om hem dat in hem terug te zien. Dus ja, ik vind het heel leuk om mensen te kijken. Oh, ik moet even mijn haarband iets verzetten, want die pinnetjes die drukken heel erg achter mijn oren, anders heb ik straks hoofdpijn. Nou, die vraag die wil ik niet beantwoorden. Wat is jouw meest recente passie? Ik denk breien. Haken kon ik al en daar ben ik heel gepassioneerd in. En verder, ja, ik doe ook wel eens schilderen of zo. Diamond painting heb ik wel gedaan. Kleuren heb ik wel gedaan. Maar echt passie. Het laatste wat echt met passie wordt gedaan, ik denk breien. Ja. Als je moest kiezen, zou je dan liever te heet hebben of te koud? Te heet. Het is me niet snel warm genoeg en ik ben een enorme koukloon, dus het lijkt me heerlijk om het te heet te hebben. Iedereen die in de overgang is, die zal me vast tegenspreken, maar ja. Ja, als ik echt moet kiezen, als ik moet gaan slapen en ik heb het te koud, kan ik niet slapen. Als het echt 40 graden is, dan slaap ik nog prima. Dus ja, liever te heet dan te koud. Ook beter voor mijn botten. Als ik het te koud heb, dan heb ik enorm veel pijn. Nou, die antwoord heb ik eigenlijk niet.
Wat voor eten vond je altijd geweldig lekker, maar nu niet meer? Pizza. Ik kon echt dag in dag uit pizza eten. Was altijd mijn favoriete eten. Ik heb zelfs een keer gepresteerd op vakantie om echt 7 dagen achter elkaar pizza te eten. Maar ik moet zeggen dat sinds ik zwanger was van Sasha, dat pizza me niet meer zo heel veel boeit. Die craving heb ik nu naar spaghetti, dat ik elke dag wat spaghetti kan eten. Toevallig eten we er vanavond ook. Ik heb gisteren een grote pan gemaakt, dus dan eten we daar vaak 3 dagen van. En pizza dus. Ik lust het nog wel hoor. En eens in de zoveel tijd eten we het wel, want Sasha die is er heel erg gek op. Of gewoon omdat het makkelijk is een keertje, maar... Nou, ik zou het niet zo snel kopen om voor de lekker of zo. Dan ga ik toch liever voor pasta. Deze vraag hebben we de vorige keer al gehad. Wat zijn jouw grootste angsten? Of niet normale angsten, zeg maar. Nou, qua niet normale angsten heb ik denk ik niet, want ik denk dat de angsten die ik heb, angsten zijn die heel veel mensen met mij hebben. En ja, dan heb ik het over onweerangst. Is niet meer zo erg sinds de kindjes er zijn. Vroeger kreeg ik echt koortsen van, was ik heel obsessief de hele dag de radars in de gaten aan het houden en heel erg zweten als het begon te onweren en heel onrustig en... Ja, echt paniek, blinde paniek en dat heb ik niet meer zo, maar ik vind het nog steeds niet prettig. En vooral in de nacht niet. Als mijn man of zo thuis is, dan vind ik het nog wel oké. Dus denk ik ook wel omdat ik het minder kan laten merken omdat de kindjes erbij zijn. Dan kan ik niet zo in paniek raken dat hun ook de rest van hun leven er last van hebben. Dus ik denk dat dat ook wel scheelt. Wat nog meer... Angst voor clowns heb ik ook echt heel erg. Dat vind ik echt heel naar, clowns. Als die bij me in de buurt komen. Toen ik lang in het ziekenhuis moest liggen, daar had je ook allemaal kliniek clowns. En die kwamen dan ook wel eens bij de volwassenen op bezoek. En toen heb ik wel meteen geroepen tegen een zus toen ik door had. Zodat ze er waren van, je hoeft ze echt niet op mijn kamer te laten komen. Dus dat hebben ze ook niet gedaan. Maar daar heb ik wel angst voor. Ik vind babypoppen ook echt niet chill. Die wil ik niet bij me in bed hebben 's nachts. Ik denk dat dat echt komt door de film van Chucky. Die heb ik te vaak gekeken. Maar hier in de kamer vind ik het wel prima. En spinnen. Ja, daar ben ik ook echt wel bang voor. Niet van die langpootjes of zo. Die druk ik gewoon plat. Ja, sorry voor alle spinliefhebbers. Ik haat ze. Maar van die dikke spinnen of van die springspinnetjes. Ja, ik vind het gewoon ook echt heel vies. En ze zijn dan zo snel en harig. En nee. Ik denk dat dat ook mijn enige angsten zijn. Zijn er ook wel zat, toch? 3? Ik ben ook niet zo bang om mijn kinderen kwijt te raken. Of ze zijn misschien gek, maar daar sta ik gewoon niet zoveel bij stil. En, dus dat is niet echt een angst van mij. Wat is de laatste zonsopgang die je kunt herinneren? Ik word elke dag wakker van de zonsopgang als de zon opkomt. En ik slaap altijd met rolluik open. Dat vind ik fijn in de zomer. Dan word ik net wat goed gehumeurde wakker. Maar ja, dat ik dat nou echt bewust meemaak. Vaak slaap ik dan toch nog. Nee. Ik kan me niet indenken. Nee. Zijn er woorden die je niet kunt uitstaan? Ik vind kaas het woord echt heel smerig. Vooral hoe sommigen het uitspreken als er op de S heel veel nadruk zit. Maar dat komt denk ik omdat ik gewoon van kaas walg. Dan moet ik het 2 keer zeggen. Ik vind het woord melk heel vies. Echt zo melk.
gebruik het woord wel vaak hoor, maar ik vind het, ja, ik vind het geen heel fris woord of zo. Klinkt zo gek. Verkleinwoorden ook heel erg irritant, maar dat betrap ik mezelf ook nog wel eens op. Maar echt woorden die ik niet kan onderstaan. Ja, ik denk echt quarantaine en lockdown. Als ik die woorden hoor, dan krijg ik gewoon al kippenvel. Dan denk ik, niet weer. Diepe zucht. Ja. Ik vind diesel een heel irritant woord. Ja, waar je allemaal wel aan niet aan kan irriteren, hè? Ja, ik denk dat dat wel de woorden zijn waarvan ik denk van, die vind ik niet chill. Ik ben ook wel heel benieuwd naar die van jullie. Laat dat eens weten. Dat vind ik echt heel leuk om te lezen. Wat zijn jullie woorden die je gewoon niet uit kan staan? Laat die hieronder eens achter. En dan bedoel ik niet scheldwoorden of ziektes, want dat vind ik ook niet chill, maar dat wil ik hier niet gewoon niet lezen. Dus laat het me eens weten. Heb je herinneringen aan je leeftijd voordat je 5 was? Ja, van mijn opa, die is overleden toen ik 5 of 6 was volgens mij. Die kan ik nog wel heel leeftig voor de geest halen. Dat hij op zijn luie stoel lag. En dat hij dan de handen altijd zo had als hij sliep. En dat ik bij hem achter op de fiets zat. En dat ik dan een liedje moest zingen. En dan kreeg ik... hij had zijn zakken altijd vol met van die schoolkrijtjes, weet je wel. Die dropjes met dat mint eromheen. En als ik dan een liedje had gezongen, dan kreeg ik er weer een. En kun je nagaan hoe hard ik heb gezongen achter op die fiets. En ja, daar heb ik nog wel wat herinneringen aan. En voor de rest, nee. Ik denk dat dat echt wel... ja, en dat ik bij mijn opa en oma logeerde. En dat ik dan beschuit kreeg met honingraad erop. Dat vond ik heel lekker. Of met hagelslag. En weet je, dat soort dingen, dat kan ik me nog wel herinneren van mijn opa en oma. Maar voor de rest, nee, heb ik er niet echt herinneringen aan. Ik zet even de video opnieuw aan. Valt hij namelijk weer halverwege uit. Wat is jouw laatste, hoe zeg je dat, regret, spijt, jouw grootste spijtmoment van de afgelopen maand? Nou, ik denk oprecht dat ik afgelopen maand niet iets heb gehad waarvan ik spijt heb. Nee. Geen spijtmoment. Als ik al zo diep moet graven, dan... nee. Die heb ik al gehad de vorige keer. Welke app of website heeft jouw leven compleet veranderd? Ik denk Ravelry. Ik dacht altijd dat is een vet moeilijke pagina. Ik vind het niet handig, vind het niet leuk. En toen ik me erin ben gaan verdiepen, toen ja, ging er echt een hele wereld voor me open. En elk vrouw moment mag ik er graag op neuzen en... Ik vind het echt een heel mooi iets. Dat er gewoon alle handwerkers bij elkaar kan brengen. En je kunt er zoveel op vinden. Het is echt een hele wereld die voor me open is gegaan. Dus mocht je daar nog niet op zitten, kijk dan even. En neem er gewoon eens een momentje voor. En dan weet ik zeker met alle zoekfilters die ik toe kan passen, dat jij het ook geweldig gaat vinden. En als je daar dan toch bent, volg mij dan ook even. Voeg maar toe aan je vriendenlijst. En vind ik heel leuk. En ik voeg jou ook altijd terug toe. Ik vind het ook heel leuk om te zien wat jullie allemaal hebben gemaakt. Volgende. Ga je op het moment door een bepaalde fase heen?
Oh, dat valt mij. De postbode komt langs. Ik denk mijn hond die zou wel beginnen te blaffen, maar dat doet je niet. Ja, ik heb gewoon een drukke fase. Wel gezellig druk. De kindjes zijn heerlijk blij en vrolijk en hyperactief. Dus dat is heel leuk. Maar wel ook een fase waardoor ik daardoor heel weinig tijd heb om te haken en breien. En ik merk wel dat ik dat mis. Het is ook een fase dat er heel veel creativiteit in mij zit. Er borrelen heel veel ideeën op mij in. En ik kan niet wachten om met nieuwe projecten te beginnen. En ik denk dat ik mezelf daar ook maar gewoon in toe ga staan. Dan maar heel veel projecten op de nalt en niks af. Dat is echt even iets waar ik nu behoefte aan heb. Ik ga ondertussen even een bolbol er weer bij aandoen. Ik pak over het algemeen een beetje random de kleuren. Maar ik heb nu bijna alleen maar bruin erin liggen. En ik ben al met een bruin bezig. Dus ik vind het wel leuk als er een beetje afwisseling in zit. Het is volgens mij Scheepjes Elisa. Is super zacht garen. Echt heel fijn. Maar ja, dat is denk ik wel een beetje de fase waar ik me op het moment in begeef. En dat gaat eigenlijk altijd een beetje op en aan. De ene moment ben ik heel erg van alles afmaken. Nou ja, ben ik eigenlijk vooral altijd heel erg van. Want als ik heel veel projecten heb liggen, dan raak ik het ene weer haast niet af of aan. En dan maak ik het uiteindelijk niet af. Maar ja, het zit me nu zo te borrelen dat ik denk dat ik dat toch maar ga doen. En dan ga ik beginnen met de plantjes haken. Want daar heb ik er nog wel een aantal van op mijn lijstje staan. En door It's a Serre heb ik heel goed al mijn eindjes, zoals deze eindjes die ik er nu afknip, ook allemaal goed in een zakje gehouden. En dan kan ik die weer gebruiken voor het vullen van de plantjes, zoals de cactusjes en de vetplanten. En ja, dat is wel een beetje de fase waar ik nu in zit. Ik kan er niet veel anders van maken. En ook wel een beetje een fase dat ik het merk dat ik ook wel een beetje langzaamaan afscheid begin te nemen van het samen zijn met de kindjes beide. En dat klinkt heel dramatisch. Er is verder niks aan de hand. Maar gewoon wetend dat Sasha straks in oktober naar school gaat. En dat ze dan niet meer de hele dag bij me is. En ja, dat vind ik nog wel eens dat ik denk van oeh. Moet nog even niet aan denken. Maar daar ben ik nu toch wel meer mee bezig. En ik vind het ook heel gezellig. Alleen met Sjors hoor, daar niet van. Sjors is ook echt een schat. En een lekker popje. Maar ik denk wel dat ik het ga missen. Dat zij er dan niet meer de hele dagen bij is. Oh, dit garen is wel veel dikker dan het andere. Nou ja, maar een beetje loshaken. Zodat het geen boogjes gaat trekken. Kijken of dat goed gaat. Het is geen grote bol, anders dan kan ik hem er altijd nog weer tussen uithalen. Ga door naar de volgende vraag. En ik wil even een slokje thee, want ik heb een droge mond. Trouwens, als jullie getrut horen, ik laat geen scheten, maar ik zit hier precies op de naad van de loungebank, zeg maar. Dus als ik beweeg, hoor je dat, dan kraakt hij. Dat is de beste plek om te kunnen filmen qua licht. Wat zijn jouw favoriete kruiden? Ja, ik gebruik heel veel kruiden. Eigenlijk altijd wel. Ik heb ook echt een hele kast vol met allemaal kruidenpotjes. En ik vind het echt niks zo heerlijk om daarmee bezig te zijn. Ook kruiden die helemaal niet zo heel erg bekend zijn. Dat vind ik heel erg leuk. Zal ik jullie die straks op het eind eens laten zien? Misschien is dat wel leuk. Ja, ik ga jullie straks op het eind mijn kruidenkastje laten zien. Dan kan iedereen die dat niet boeiend vindt de video daarna, nadat ik klaar ben, wegzeppen. Mijn favoriete kruid. Nou ja, ik zal straks wel laten zien wat ik veel gebruik en wat niet. Dat is denk ik makkelijker. Als er 100 mensen zijn, hoeveel van die 100 mensen
zullen er meer geduldig zijn dan jij. Het ligt eraan waarom het gaat. Ik ben best wel heel geduldig, mijn kinderen ook. Tot het moment dat ze gaan huilen en krijsen. Dan kan ik gewoon niet meer zoveel geduld opbrengen. En ik denk dat dat komt omdat ik gewoon twee best wel erge huilbaby's heb gehad. En als ik een baby hoor huilen ook, dan kan echt mijn haar gaat dan gewoon recht overeind staan. En dan blokkeert mijn hoofd ook. Dan kan ik niet meer denken. En dan is het gewoon op een gegeven moment stress situatie. En raak ik in paniek en... Dan is mijn geduld heel snel voorbij, maar over het algemeen ben ik wel heel geduldig. Dus ik denk dat er 40 mensen geduldiger zijn dan mij. Ja, dat denk ik. Een goede vraag zeg. Als je alleen bent, waar denk je dan het meeste over? Het komt niet zo vaak voor dat ik alleen ben. Maar dan denk ik toch meestal over het huishouden, wat ik nog moet doen, of ik dat op die dag red qua pijn. En ook over de kindjes vanzelf. En ja, ik kom. Het is niet zo vaak dat ik alleen ben. En als ik alleen ben, dan heb ik vaak oortjes in met een podcast of zo. Dus dan gaan mijn gedachten daar ook heen. En ja, ik kom niet zo vaak voor. Ik weet niet of dat ook eigenlijk wel oké is, dat je daar niet zo vaak bij stilstaat. Ja, ik ben ook gewoon geen yoga-fan of zo. Dus dat is ook niet iets waar ik dan alleen met mijn gedachten ben of zo. Of waar ik me in kan vinden. Nee, ik ga het niet echt antwoord op geven. Wat denk je dat het verschrikkelijkste is aan bekend zijn? Ja, weet je, over het algemeen, als je bekend bent, kies je er zelf voor. Ja, er zijn ook mensen die er niet voor kiezen natuurlijk, maar die mensen gezien die er wel zelf voor kiezen. Ik denk dat veel mensen denken dat ze je altijd kunnen storen. Dus als je bijvoorbeeld echt in een belangrijk gesprek met iemand bent, dat iemand zo ineens bij je komt staan praten of zo. Ik denk dat misschien, maar ik zelf ben ook al wel een paar keer herkend, maar dan vind ik het juist heel leuk als mensen bij me komen praten. Dus dat, ik heb dat niet zo. Ik ben ook geen bekend persoon natuurlijk. Dat bedoel ik daar niet mee te zeggen, maar ik kan me niet indenken dat je dat echt heel vervelend vindt, dan had je dat niet op moeten zoeken, maar ja, misschien dat. En het laat me ook wel als mensen dan daadwerkelijk aan je huis komen aanbellen en zo, zonder dat daarover in overlegd wordt, dat dat wel echt heel beangstigend en naar zou zijn. Dat zou ik ook niet kunnen waarderen. Dus wat dat betreft, misschien dat dan. Ja. Wat is het vreemdste ding dat je ooit hebt gevonden? Tjonge, ik hoor mijn hersenen echt kraken bij deze vragen. Ja, echt vreemd? Nee. Ik denk aan kogels. Het huis waar mijn ouderlijke huis, zeg maar. Er is vroeger ook wel veel gevochten in de Tweede Wereldoorlog. En er staat nog een hele oude eikelboom. En op het moment dat je daar een beetje bij die wortels gaat graven in de grond, kom je best wel heel veel kogels tegen. En dat is misschien het vreemdste ding wat ik ooit heb gevonden. Maar ja.
En wat ik ook altijd heel gek vind om te vinden, dat is bijvoorbeeld een schoen of zo. Dan denk ik, als die schoen nog helemaal goed is, hoe krijg je het voor elkaar om één schoen kwijt te raken? En bij kinderen kan ik dat nog snappen, maar bij volwassen schoenen dan denk ik, ja, maar dan ga je toch zoeken waar je was. En dan heb je toch door, als je je schoen kwijt bent, dat je één schoen aan hebt. En dat vind ik altijd wel heel gek, dat ik denk van ja, wat is het vooral daarachter? Misschien heel gek hoor, maar ja, dat, ik weet niet. Ik krijg er ook altijd een beetje creepy vibes van als ik ergens één schoen zie liggen. Laatste vraag maar doen. Daar heb ik geen antwoord op. Die hebben vorige keer al betaald. Vorige keer al beantwoord. Dat woord zocht ik. Denk je dat je meer als je vader of als je moeder bent? Ja, ik ben echt als mijn vader. Ik kan heel koppig en eigenwijs zijn. Maar ook heel zorgzaam en vrolijk. Ik denk dat ik goed ben met kinderen. Ja, ik en mijn vader, dat zijn qua karakter heel erg hetzelfde. Qua uiterlijk ben ik meer van mijn moeders kant. Vooral mijn tante, die heel veel mensen zeggen van, je had zo'n dochter van je tante kunnen zijn. Maar qua karakter ben ik meer van mijn vader. En vroeger botste dat ook enorm, omdat we allebei eigenwijs en koppig waren en volbeleven houden. Dus toen ik een puber was, was dat ja, soms best wel heftig. Maar ja, nu is dat eigenlijk alleen maar heel leuk, want we hebben aan één blik genoeg. We weten meteen wat we dan bedoelen of ja, ik vind dat wel heel leuk. Vooral nu je zelf ja, ouders bent van een kind, dan is dat heel leuk om dat terug te zien. Zo, dat was de laatste vraag. Ik neem jullie nu nog mee in mijn kruidenkastje. Mocht je dat niet zo boeiend vinden, dan kun je nu wegkijken. En wil ik je alvast bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En vind je het wel leuk om even een kijkje te nemen in mijn kruidenkast? Blijf dan even hangen. Goed, dit zijn die twee kastjes. Zijn de kastjes waar mijn kruiden in zitten. Daar zit nog olijfolie en zonnebloemolie en dat soort dingen. Maar en appel en zijn en dat soort gekkigheid, maar die passen niet hier tussen. Dus even te kijken waar ik mijn vingers moet houden hoor, dat ik niet op de microfoon druk. Ja. Goed, die doen we open. Ik sta even op een krukje, dus ik ga even er zo op staan. Dit is dan wat je ziet. Mijn kruidenrekje, dit specifiek wilde ik heel graag en ik heb ook gezegd, ja, dat is toch echt mijn droom als ja, om als volwassene te hebben als we een nieuwe keuken nemen. Ik ga even op het krukje staan. Laten we onderaan beginnen. Ik heb ze een beetje gebruikt op wat of neergezet op wat ik het meest gebruik. Dit gebruik ik echt heel veel. Dit ook nog wel. Dit gebruik ik vrij weinig. En dit zijn eigenlijk alle reserve. Er moet deze ook nog bij. Dus dat zijn dingen wat ik dan veel gebruik of dubbel heb. En dan hier staan bakspullen, kookboekjes, flessen van Shores. Soepmokken bovenin staat helemaal niks. En dan nog wat bakspullen en een keukenweegschaal. Ik vind dit echt ideaal, kan ik iedereen aanraden. En die potjes passen overal precies tussen, omdat we verschillende hoogtes en dieptes hebben. Goed, ik hou jullie een beetje stil, want anders worden jullie straks kotsmixelen. Ik heb niet zo'n hele vaste hand. Hier hebben we basilicum. Staat hier wel, maar gebruik ik niet superveel. Gooi ik nog wel eens wat vandoor door soep. Hier hebben we eierpoeder, gebruik ik heel erg veel. Gooi ik vaak door de gehakt, door pasta en alles. Hier hebben we knoflookpoeder. Nou, die is bijna op. Maar die heb ik alweer reserve staan. Gebruik ik ook door heel veel dingen. Al moet ik zeggen dat ik zowel ei als knoflook heel vaak ook vers erin doe. Hier komijnzaad. Ja, door aparte gerechten, stoofpotjes en zo gebruik ik die nog wel vaak.
oregano gebruik ik altijd in pasta's en Italiaanse dingen. Dit potje hebben we nu 3 weken, denk ik. Dus kun je wel zien hoeveel ik het gebruik. Hier hebben we nootmuskaat. Gebruik ik eigenlijk in principe niet heel veel. Vaak over de spinazie of overschotels doe ik een klein beetje nootmuskaat. Currypoeder gebruik ik ook best wel regelmatig. Kaneel. Nou, ik hou niet heel erg van kaneel. Ik gebruik het wel eens in appelflappen of appeltaart of zo. Hou ik helemaal niet van, maar vind ik wel leuk om te maken. Maar kaneel staat hier vooral in de keuken om te strooien wanneer er miertjes zijn. Die haten kaneel. En als je een streep langs de kozijnen of deurposten met kaneel doet, het liefste buiten, dan 3 dagen laten liggen, daarna opzuigen en je ziet geen mier meer. En het ruikt ook nog eens heel lekker in je huis, alsof je appels taart hebt gebakken. Zwarte peper, nou ja, gebruiken we wel dagelijks. Is net weer een nieuw potje. Paprika poeder gooi ik ook door heel veel dingen heen. Vooral ook de Italiaanse is ook weer sinds 3 weken een nieuw potje. Die heb ik even lang als de oregano. Hier heb ik chili poeder. Moet ik bijna weer een nieuwe voor kopen, want die heb ik niet meer op voorraad staan. Maar ja, gebruik ik ook graag. En vaak als we een sausje maken voor chips, dan doe ik wat mayo, ketchup, currypoeder en dan een klein beetje chilipoeder en knoflook. En daar gebruik ik het meest voor, maar ook door het gehakt. Hier hebben we cayennepeper. Gebruik ik niet superveel, maar moet wel eens in gerechten die ik maak. Korianderblad hou ik helemaal niet van, maar een klein beetje door gerechten. Kookboekgerechten vind ik niet erg, maar het moet niet overheersend worden, want ik ben de persoon. Je hebt 2 personen. Je hebt personen die koriander heel lekker vinden en je hebt personen die, ze zeggen, onderontwikkelde smaakpapillen hebben. Maar dat klopt niet, want ik heb juist hele grote smaakpapillen. Dat is ook echt bewezen door de artsen. Maar ik ben de persoon die naar zeeps op vindt smaken, dus dat gebruik ik niet heel graag. Die hebben we ook al best wel lang. Peterselie vind ik wel eens lekker om een klein beetje over tosti's heen te doen. Chilivlokken gooi ik ook vaak wel door Mexicaanse gerechten heen. Maar wel een klein beetje, want ik ben niet zo heel goed in pittig eten. En dit is al snel too much. Nou, zout kent iedereen wel, gebruiken we dagelijks. Italiaanse kruidenmix, ook net een nieuwe opengemaakt gisteren. Mix voor gehakt, altijd wanneer we gehakt maken. Cajun kruiden vind ik heel erg lekker. Ja, gooi ik heel vaak over de gebakken aardappeltjes. Bak ik dan in mee. Het is ook wel redelijk pittig, dus niet te veel. Kip, eentje heb ik meegenomen toen we het huis van mijn opa en oma leeg gingen halen. Die gebruik ik gewoon heel vaak. Dus ik heb hier 2 open staan, omdat ik er zelf al 1 had. Maar dat gaat hier wel op. Kipkruiden, ja, of ik kip dus. Hier heb ik uien. Van al die gedroogde uitjes. Gebruik niet heel vaak meer. Laurierblad voor de stoofschoteltjes. Karwijzaad, dat heb je nog wel eens nodig in gerechten. Maar pak ik niet zomaar. Hier heb ik laos. Dat is volgens mij gemalen gember. Als ik goed heb, gebruik ik wel eens een klein beetje van. Maar ik en mijn man zijn allebei niet hele grote gemberfans. Hier hebben we ketchumbar. En dat is... het staat er ook op, zie ik. Gemalen korianderzaad. Maar dat vind ik dus niet naar koriander proeven. Niet naar zeepsop. Maar gebruik ik ook niet veel. Heb ik gewoon een keer ergens voor nodig gehad en toegekocht. Hier hebben we gintan. En dat is gemalen komijnzaad. Curcuma gebruik ik ook graag over de gebakken aardappeltjes. Vind ik erg lekker. Indiaanse tandoori mix. Gooi ik ook gewoon overal doorheen. Aromat gebruiken we vaak door de soepen of over komkommer heen is dat ook heel lekker. Nog meer laurierblad. Ja, ik ben een fan van stoofpotjes maken, vooral in de slowcooker, dus dat gebruik ik best wel veel. Bakspray, die zijn heel erg fijn. Bouillonpoeder, daar staan nog wat sprinkels en kleurstoffen voor het bakken. Dan hebben we hier een op voorraad kaneel. Een knoflookvoorraad, een uierpoedervoorraad, komijn gemalen voorraad, paprika poedervoorraad en nootmuskaat voorraad. En
Dat was hem dan. Ik hoop dat je het leuk vond om eens een keer een kijkje in mijn keuken mee te hebben. In mijn kruidenkastje. Ik ben heel benieuwd of jullie het leuk vinden. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie graag weer. Daag!